Walter Boutersen, de kleinzoon van ex-president Desi Boutersen, die op 22 juni zelfmoord pleegde, is vanmiddag in besloten kring gecremeerd. Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep om de gewezen CARICOM jeugdambassadeur de laatste eer te bewijzen. Familie, vrienden en kennissen begaven zich naar het NDP-partijcentrum Osseer om afscheid te nemen. De uitvaart van Boutersen werd via YouTube live door duizenden mensen bekeken. Het is vooralsnog niet bekend wat het motief is achter de zelfmoord van Boutersen. Het onderzoek van de politie in deze geruchtmakende zaak is nog gaande.